maar zingen. De koeien hebben staten. Toen aan, ja? Zonder maten. Hebben staten. De kalven dragen horen. Rieke, rieke toren. Oh, je hebt aardig wat fantastisch hoor. Hey. Bij mij staat een meneer en die heeft echt iets met suikerbieten gedaan. Wie bent u? Ik ben Jaap-Peter Weert en ik kom uit Elburg. En wij hebben de verplichting natuurlijk om iets met suikerbieten te doen in plaats van met een lampionnetje. Ja. En u bent zelf creatief bezig geweest? Ja, want mijn dochter die kan het nog niet voor elkaar krijgen, want die is net 1 jaar. Maar we willen haar natuurlijk wel opvoeden dat het met een suikerbiet hoort. Ja, maar goed. Suikerbiet, u bent er vandaag mee begonnen of al eerder in de week? Nee, eerder van de week hebben vrienden van ons die hebben al een klein partijtje opgekocht. Dus die hadden hem al thuis liggen. En we hebben vanochtend traditiegetrouw alvast gemaakt. Dus met z'n allen. Heb je daar nou speciale mesjes voor? Nee, het gaat gewoon allemaal met een aardappelmesje en dan een beetje proberen en martelen. Maar dat maakt het ook wel weer leuk, hè? Hoe lang bent u daar nou ongeveer mee bezig geweest? Kijk, we waren met 10 minuten klaar, maar je blijft hem perfectioneren, dus het heeft een uurtje geduurd, denk ik. U hebt er zeker ook echt wel een vaccinelichtje in zitten. Wij hebben een echt kaarsje in zitten, ja, dat hoort ook, hè? Ja. Ja. Hoe is het met de snoep, goed? We hebben nog niks, we komen net aan, maar het gaat goed komen, denk ik, ja. Oké, dankjewel en succes vandaag. Dankjewel.